Hey, ik ben Boy van Corpus en vandaag gaan we het hebben over diabetes. Diabetes is een ziekte waarbij je langdurig te veel bloedsuikers in je bloed hebt en je lichaam dit niet zelf kan verminderen. Maar wat zijn bloedsuikers dan eigenlijk? Bloedsuiker, ook wel glucose genoemd, is de belangrijkste brandstof van het menselijk lichaam. En ons lichaam heeft een systeem dat ervoor zorgt dat de hoeveelheid bloedsuiker binnen hele nauwe grenzen blijft. En als je lichaam niet goed in staat is om het binnen deze grenzen te bewaren, dan stijgt je bloedsuikerspiegel en dan heb je diabetes. Oké, dus bloedsuiker is eigenlijk een soort van de benzine voor je auto. Zie ik dat goed? Dat klopt, zonder benzine kun je niet rijden. Maar benzine moet wel eerst in de motor komen. En om ervoor te zorgen dat bloedsuiker in de cellen komt, heb je insuline nodig. En insuline wordt aangemaakt in de alvleesklier en die zit hier. En insuline zorgt ervoor dat er precies genoeg bloedsuiker in de cellen van je lichaam komt. Oké, zoals Roxanna dus net zei, is de alvleesklier een orgaan in de buik. En deze produceert dus insuline. Thanks, maat. Maar hoe speelt insuline dan een rol in diabetes? Er bestaan twee soorten diabetes. Mensen met diabetes type 1 hebben een alvleesklier die geen insuline kan aanmaken. Dat betekent dat bloedsuiker niet in hun cellen kan komen. Dan heb je ook nog type 2 diabetes. Het klinkt hetzelfde, maar is eigenlijk iets heel anders. Want bij type 2 diabetes heb je een alvleesklier die nog wel insuline aanmaakt. Maar er is iets geks aan de hand met de cellen van het lichaam. Die reageren niet meer goed op insuline. En daardoor kan insuline minder goed de cel openmaken voor bloedsuiker. Ah, dus in beide vormen van diabetes stijgt de bloedsuikerspiegel. Maar hoe meet je dan hoe hoog die bloedsuikerspiegel is? Met een bloedsuikersensor. Dit is een sensor die op je arm geplakt is en die meet automatisch net onder je huid wat je bloedsuiker is. Als de meting afgerond is, stuurt hij automatisch een signaal naar je telefoon en dan kan je op je telefoon zien wat je bloedsuikerwaarde is. Afhankelijk van die waarde kan je dan of wat extra insuline spuiten als die te hoog is, of wat extra eten als die te laag is. Diabetes is dus suikerziekte en de alvleesklier speelt daar een belangrijke rol bij. Wil je meer weten? Check dan de andere Corpus Kids Academy video's. Tot snel!